Yo mensen, Groen van DBNL met een nieuwe video voor jullie vandaag. Oh yes! Vandaag is het zover. Ik heb deze vraag denk ik wel 1000 keer gehad. Koen, ga even naar de kapper. En moet je kijken, ik ben naar de kapper, ik heb nu geen gel en of iets, maar het is nu wel weer iets korter. Even kijken hier, een clean cut, hè. Jezus Christus, ziet er goed uit. Jezus. Daarnaast krijg ik ook veel de vraag, Koen, kan ik op jouw kanaal abonneren? Ja, dat kan. Doe het even beneden. Abonneer hier beneden, ben je nog niet geabonneerd. Doe even en like deze video. Hoe meer likes, hoe meer haatcomments van vrouwen ik krijg over dat ik vrouwenvoetbal moet accepteren of zo. Weet ik het. Krijg het aan je lip. In ieder geval, ik eerst de vraag, Koen, gereageerd op het vrouwen-WK, want we vinden je zo grappig op Instagram. Want op Instagram plaats ik nu iedere keer al een filmpje over het vrouwen-WK. Helaas is het, op het moment dat jullie dit zien, is het vandaag of morgen afgelopen met de finale USA tegen Nederland. Ik kan me niet voorstellen dat Nederland gaat winnen. Als ze winnen is het natuurlijk fucking knap en ik ben natuurlijk bang voor Nederland. Maar ik moet zeggen, ze hebben al onverdiend gewonnen van zowel Japan als van Zweden. Nou maakt het natuurlijk geen reet uit, ook niet als je dan onterechtelijk van Engeland wint. Maar die Alex Morgan verdient evenveel als de hele selectie van Nederland. Dus dat kan eigenlijk niet. Alex Morgan trouwens. Een echte vakvrouw vind ik dat. Kijk, mensen zeggen dan lekker wijf. Nee, echte vakvrouw. Daarnaast ook wel een lekker wijf. Maar met name een vakvrouw. Laten we maar beginnen met kijken naar vrouwenvoetbalfilmpjes op dit WK. Oh my god. Je ziet een beetje reclame staan. En volgens mij wil deze gast niet in zijn content genakt worden. Jezus Christus, wat is er voor onzin? Doe even normaal, man. Oh my god. Dit heb ik sowieso in mijn story staan. Dit is... Oh mijn god. Wie schiet zo? Wat slaat dit op? Dit is trouwens ziek, wat jullie nu gaan zien. Deze chick... spuugt gewoon op de arm van die speler. Je ziet gewoon die spuug zitten. Oh mijn god, dit is zo tandtoesmerig. Dit is zo ongelooflijk tandtoesmerig. En het is gewoon een VAR, dus VAR. Waarom de fuck geef je hier geen rood voor? Even serieus. Dit, oh mijn god, die keeper, jongen. Oh mijn, en lachen ook, hè. Lachen, ja, is leuk. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? De volgende ga ik positief over zijn, kijk. Kijk, kon ze niks aan doen. Het was gewoon een polletje. Kijk, polletje. Holy shit. Dit is slecht. Wat krijgen we hier? Oh, mijn eigen goaltje. Kopballetje. Goed, dit heb ik al gezien. Uitstekend kopballetje. Zo even achter. Ik ga dood. Ben je nou op zoek naar de goedkaarten? Oh mijn god. Ik gooi dit ding omhoog. Moet je zien waar die eindigt. Daar, zo in de kast. Ongekend. Dit vind ik dus echt absoluut fantastisch. Siri, krijg wat aan je lip. Dat begrijp ik niet. Jij bent tandoendom. Dit is ook lekker deze. Oh, heerlijk. Hak je een eigen goal. Fantastisch. Werelds. Oh, nog een eigen goal. Echt. Dit kan gewoon. Dit slaat echt nergens. Maar dit is ook gewoon een goede speler. Dit is zeg maar de Van Dijk van Frankrijk. En die loopt nog gewoon. Dit kan toch niet? Maar, what the fuck? Maar ik heb hier gewoon oprecht geen woorden voor. Ik heb voor deze actie oprecht... Het spijt me dat ik zo negatief ben. Het spijt me oprecht. Zeker als jij nu een vrouw bent en kijkt. En je bent lekker. Ja, helemaal jammer. Dat je nu denkt van Koen, je bent echt een klootzak. Maar stel je voor, je bent niet heel lekker. Gewoon semi. En je kijkt het en denkt nog van Koen, je bent echt een klootzak. Ja, sorry. Maar hier heb ik gewoon geen goed woord over te zeggen. Hetzelfde als hebben ze met mannen wel zo'n fout gemaakt. Echt even denken. Echt zo'n fout. Echt dat je hem gewoon letterlijk in je eigen goal schiet. Nee, echt nooit. Nee, echt nooit. Ze paast hem gewoon in de eigen goal. Het is echt te bizar. Het is echt... Dit is niet normaal. Dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Wat is dit? Oh, ook een eigen goal. Ongekend. Goed dit. Die Nigeriaan, die wilde ook nog met de hand raken. What the fuck? Maar ze miste hem en daar is het een doelpunt. Maar ze wilde gewoon met de hand raken. Waar slaat dat op? Nog een eigen goal. Er zijn gewoon 20 eigen goals gescoord. Er zijn gewoon echt 30, 20, 50, 60, 180 eigen goals. Dit is wel, ik moet zeggen, als ik toch iets positiefs moet zeggen, wel atletisch. Oh, deze is bizar. Oh mijn god. Zij schiet die bal gewoon dit 10 meter over. Wat hebben we hier? Oh ja, die terugspeelbal. Het is gewoon een terugspeelbal. En ze pakt hem gewoon. Het is echt. Die bal gaat er nog in ook. Maar kijk, als je de regels niet kent, hoe kun je dan voetballen? Hoe kan dat? Ik kan er met mijn kop niet bij. Ja, gewoon de bal kwijt. Die keeper mag wel iets naar achter, maar je blijft gewoon lekker voor staan. Oké. Maar het is. Hey, klote mug. Oh, hij zit nu op mijn. Hij zit op mijn lap, op mijn computerscherm. En mensen zien nu mij. En daar zit die mug. Die moet wel echt dood. Ik heb hem volgens mij niet. Maar dit is gewoon een fout. Maar dit vind ik geen blunder. Dus dit is niet heel erg. Oh, dit is echt het allerergste van de hele WK. Dit. Oh mijn god, die ingooi. Waar slaat dat op? Holy shit. Dit. Oh mijn god. Ja, die wil water. Krijg geen water. Bizar. Dit is bizar. Dit is bizar. Dan krijgt ze water van hier. Wil je water? Alsjeblieft, water. Kies hem weg. Wat een zieke gek ben je dan, zeg. Die Cameroenezen zijn echt raar. Of Cameranen. Gewoon balletje. Ja, balletje kwijtgeraakt. Ja, maar dit is ook geen enorme blunder. Oké, dit is wel slecht. Ja, dit is wel vrij slecht, hè. Ja, dit is wel... ja, oké. Dit is toch wel vrij slecht, moet ik zeggen. Ja. Oh!
Au. Oh, hij trof volledig langs de bal. Oh, dit is een knie. Pingel. Ja, dat was terecht. Dat was gewoon terecht. Volledig terecht. Dit zijn weer die gekken van de Cameroen. Zijn die van mij dezelfde gekken weer tegen Engeland? Doe ze ook gewoon die scheidsrechter omver. Die waren helemaal lijp, die kameranen. Oh, dit is goed. Dit is niet normaal. Ah! Dat schot. Dit kan toch niet. Dit is nog niet normaal. Dit is... Oh mijn god. Hey, dit hebben we live gezien. Oh mijn god. Onze live reactie bij dit was dit. Oh. Ja. 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 Oh. Ja. 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 Jezus Christus! Hoe mis je dit? Oh my god! Wat is dit? Waar kijk ik nu ineens naar? Dit was volgens mij niet tijdens dit WK hoor. Als ik me goed kan herinneren. Wat is dit? Ik ben volgens mij op een verkeerde site beland. Dit is voor mij niet helemaal wat de bedoeling is. Oké, laten we nu nog even gaan reageren op mijn Instagram filmpjes. Om te beginnen, 3 weken geleden hadden we inderdaad die fantastische ingooi. Het is echt ongekend triest. Echt, hoe kan je dat doen? De story daarna was dat de USA met 13-0 voorstond tegen Thailand. 13-0 op een WK. Vind ik wat apart. We hebben daarna een uitstekende, moet ik zeggen. Een trucje. Echt fantastisch. Moet je zien. Ze, ja. Oh mijn god. Als het echt niet kan, waarom doe je het dan? Dat is wat ik me afvraag. Dan hebben we een fantastische eigen goal van die Fransen. Dit is echt... Oh mijn god. Nu ik hem ook nog eens op mijn telefoon zie, is het nog bizarder. Ongekend. We hebben hier een actie van een Nigeriaan. Die gaat langs de keeper. Die ziet die bal zo ver naast. Dit is ook een goeie. Even goed de bal droog maken, weet je wel. Want een gladde bal is echt lastig ingooien. Dat glijdt en zo, weet je wel. Dus dan kan je weer een half uur die bal droog maken en dan... Oh mijn god. Dit kan niet. Deze ook. Een heerlijke uittrap. Oh, ik moet op mij aan janken. We hebben hier Sari Ferrari. Moet ik zeggen, die bal stuit het ook niet echt lekker hoor. Stuit het niet gunstig voor Sari. Maar toch wel een flinke fout. Tegen Cameroen, tegen die zieke gekken. We hebben hier die penalty. Ongekend. Ik was dit gewoon live aan het kijken. En ik had een soort van voorgevoel dat dit helemaal misging. En dan was ik zo. Echt ongekend. Hoe schiet je die bal zo ver over? Dan hier een goeie. Dit was dus in de 120ste minuut. Hierna kwamen de pingels. Maar hier was er nog één kans. Nog één schot. Naar de cornervlag. Naar de cornervlag. Nou heb je wel 120 minuten gespeeld. Op zich ben je wel kapot. Dat snap ik wel. Maar cornervlag is weer een ander verhaal. Een lekker voorzetje bij Canada. Wow. Oké, ik voel me ook slecht om te lachen. Want er zijn ook echt mensen die denken dat dit goed is. Maar ja, dan heb je eigenlijk gewoon geen hersenen. Dus daar komt het op neer. Dus eigenlijk vind ik het helemaal niet erg om te lachen. Dit ook. Deze aanname. Dit is echt niet normaal. Oh mijn god. Dit slaat... Dit is echt bizar. Dan, dit prachtige hakje er achteraan. 3-0 achter en dan zo gelopen kutten. Holy shit. Hier weer een fantastische aanname. Gewoon echt 2 bijna achter elkaar. Deze is nog erger. Oh mijn god. Dit is de kwartfinale van het WK. En dan kan dit gewoon eigenlijk niet meer. Als je echt heel serieus wil genomen worden als sport. Kom op. Dan kan je wel zeggen, niet vergelijken met mannenvoetbal. Maar een bal aannemen moet iedereen kunnen. Dat kan ik ook. Dit is goed. 36e minuut. Alles of niets. Kijk nou. Deze paas. Eerst die speler best goed uitgespeeld dan deze paas. Waar gaat dit heen? Wat, is dit een schot? Misschien is het wel een schot trouwens. Als dat een schot is het triest. Maar ja, als de paas is ook. Even een fantastische inworp tussendoor. Oh. Herhalingje. Oh mijn god. Mensen, dat waren ze. Als ik jullie een trauma heb bezorgd, sorry, heb ik er nou voor gezorgd dat je flink hebt lopen lachen. Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Ik heb flink gelachen. De parodie komt eraan. Ik ga hem denk ik volgende week uploaden of zo. De parodie. Ik weet niet hoe erop zit te wachten, mensen. Hij wordt leuk. Wil je nou meer van me zien, dan kan. Klik op dat abonneerknopje of klik op een van de 2 video's die hier of hier staan. Dat is echt heel leuk. Kijk, wauw. Die video is goed. Wauw. Oh, fantastisch. Wow, wat een mooi logo. Abonneer en like en kijk mijn video. En vrouwenvoetbal, dankjewel. Ik heb echt van je genoten.